Welkom bij de Hotels van Oranje. Frank, goedemorgen. Goedemorgen, Hardy. Frank, je moet niet meer afvallen hoor. Want, hoeveel ben je afgevallen nu? Kleine 10 kilo. Van de zorgen? Nee, niet van de zorgen. Lekker fitnessen, een beetje goed eten, op tijd eten. En s'avonds het laatste wijntje laten staan. Nee, Frank, en je ziet de uitzendbureaus en de cijfers van Randstad. Die moeten half miljard reserveren. Hoe gaat het bij jou? We mogen niet klagen in de markt. We zagen dit natuurlijk al aankomen. En we hebben vorig jaar ingezet op in ieder geval efficiënt werken. Zorgen dat we de kosten goed onder controle hebben en krijgen. En we zien dat we daar op dit moment kunnen meeademen naar onze klanten toe. Dus we kunnen zelfs onze tarieven verlagen. En het is niet zo dat onze medewerkers minder gaan verdienen. Maar onze service kunnen we goedkoper maken. En daardoor heeft onze klant uiteindelijk, kan je ook weer mee concurreren. Je ziet dat andere uitzendbureaus, de grotere, daar veel meer moeite mee hebben. Die moeten nu nog met saneringen beginnen. Ja, dan ben je te laat. Je moet wel blijven ondernemen natuurlijk. Dan wordt er geroepen, Nederland krijgt veel werkelozen. Maar dat zijn niet de werkelozen die jouw onderneming dwars zitten? Nee, wij zitten natuurlijk veel meer in die primaire sector. Levensmiddelen, et cetera. Toeleveranciers en supermarktketens waar wij in zitten. De klappen vallen echt in de technische sector. Automotive natuurlijk. Had je daar ook mensen? Daar hebben wij wel wat mensen zitten, maar een stuk minder. De buitenlanders hebben altijd toch de jobs gedaan die de Nederlanders niet wilden. En daar is nog steeds op dit moment vraag naar. Dus ja, we zijn niet tevreden, maar we doen het veel beter dan de rest. En daar zijn we blij mee. Daar blijven we ook continu aan werken. Frank, je zit ook in het buitenland, hè? Je hebt ook Poolse uitzendbureaus. Dan hoor je dat het hele Oostblok op kantelen staat. Is dat zo? Nou, er zit natuurlijk heel veel verschil in het Oostblok. Hongarije heeft het heel moeilijk. Tsjechië, ook weer afhankelijk van die automotive. 1 op de 3 Tsjechen werken in automotive. Laatste maanden 30.000 werklozen per maand erbij. In een land van 7 miljoen inwoners. Dus dat is natuurlijk heel veel. Die landen gaan het moeilijk krijgen. Polen op dit moment niet. Hebben toch nog steeds economische groei. Verwachten ook de komende jaren economische groei. Zullen het wel wat moeilijker krijgen. Het grootste probleem wat Polen bijvoorbeeld op dit moment heeft, is de valuta. De Poolse slotje was begin vorig jaar, kreeg men voor een euro 3,2 slotje. Nu zijn het er 4,7. Voor onze medewerkers natuurlijk hartstikke goed. Maar ze hebben natuurlijk met het exporteren, hebben ze natuurlijk veel problemen. Ja, je zat ook in Engeland, maar dan ben je eigenlijk weer een beetje aan het terugtrekken. Wat zijn de landen die het moeilijk hebben in Europa? Nou ja, goed, Engeland zitten we nog steeds, maar er zit het echt moeilijk. Spanje, van de bouw afhankelijk. Vroeger zaten 1 op de 4 Spanjaarden werkte in de bouw. Ja, die bouw ligt helemaal stil. Italië heeft het heel moeilijk. Nou, wat ik net aangaf, Tsjechië heeft het heel moeilijk. Maar ook, we kunnen natuurlijk wel heel erg somber zijn. Wij verwachten toch wel al in de loop van dit jaar, derde, vierde kwartaal, dat we niet meer in negatieve cijfers, maar weer in positieve cijfers. Dus dat de gemiddelde branche weer gaat groeien. Hoe is de stemming onder de mensen zelf? Begrijpen ze wat er aan de hand is? Ja, het speelt natuurlijk overal. En de media overlaat je natuurlijk met allemaal negatief nieuws. Terwijl het natuurlijk niet allemaal negatief is. En ook uit Engeland gaan de Polen terug naar Polen. En dan gaat men zich heroriënteren naar andere landen. Maar het is niet zo allemaal dat het kommer en kwel is. Ik vind, we moeten toch een beetje positief blijven maar in deze tijd. Je concurreert niet op de prijs, begrijp ik. Wij concurreren niet op arbeidsvoorwaarden. Alleen, we doen het gewoon beter op dit moment dan onze concurrenten. We kunnen betere tarieven neerleggen. Sterker nog, niet alleen de tarieven zijn beter, maar we hebben een betere performance dan onze concurrenten. En daardoor kiest men steeds meer voor Otto. Het is zelfs zo dat wij garanderen aan klanten, aan nieuwe klanten, dat ze een kostenbesparing realiseren. Nou ja, wat wil je natuurlijk meer in deze tijd? Een bedrijf wat toelevert, wat een goede performance heeft, maar ook nog eens een keer echt garandeert dat je uiteindelijk een lagere prijs hebt. De huisvesting, hè? Je hoort toch ook hier en daar in Nederlandse gemeentes, waar te veel buitenlandse mensen gehuisvest zijn, dat de bevolking daar wat nerveus van wordt. Ja, en dat kan ik ook begrijpen. Ik kan begrijpen als je in een straat woont en er worden allemaal huizen gekocht of verhuurd aan buitenlandse medewerkers die er tijdelijk zijn. Want men komt allemaal tijdelijk en de ene blijft 1 maand en de volgende blijft 3 maanden of misschien 6 maanden. Maar omdat ze tijdelijk blijven, wil men niet integreren.
En dat is natuurlijk het probleem. Je weet niet wie er naast je woont en hoeveel dat er naast je woont. Ja, dan wordt al snel gezegd, ja, maar er zit overbewoning in. Hoeft helemaal niet, maar men heeft niet het gevoel welke mensen er wonen. Dat is natuurlijk lastig als je niet weet wie je buren is. En wat wij als Otto dan zeggen, nou, wij willen graag wat grotere locaties, dat we de mensen een sociaal leven met elkaar kunnen geven. Misschien 100, 200, 300 mensen bij elkaar. Maar ook bijvoorbeeld leuke dingen organiseren. We hebben zelfs lessen, Nederlandse lessen die gaan de mensen geven. Cultuur, wonen en werken in Nederland. Daar zijn we volop mee bezig. Je bent ook lid van de ABU. Zijn er ook plenty die er maling aan hebben, die het allemaal maar zelf een beetje de losse pols doen? Ja, er zijn in totaal, en dat hebben de meesten in de gaten, er zijn meer dan 12.000 uitzendbureaus in Nederland. In 1998 hadden we er 480. Van die 12.000 zijn er nog geen 2.000 NEN gecertificeerd. En NEN is echt het minimum van het minimum. Wordt alleen gecontroleerd op minimumloon, worden de premies afgedragen en hebben ze geen illegale in. Want is er ook een soort keten aansprakelijkheid? Als het niet goed gaat, dan komt de belasting, die komt bij jou en die zegt van nou, mogen we van jou al het belastinggeld dat niet is afgedragen, wil je dat nu eventjes, wat het uitzendbureau niet heeft afgedragen, wil je dat alsnog afdragen? En er zijn al bedrijven die echt tonnen kunnen nabetalen. Ja, dus al te goedkoop is verdacht. Ja, daar moet je maar opletten. En ja goed, ABU is toch de top in Nederland. Die controleert haar leden ook op het juist toepassen van de cao's. En goed, ik zeg altijd, als je een ABU-lid zaken doet, dan hoef je niet bang te zijn dat de fiscus of wie dan ook daar later nog eens een keer op terugkomt. Okay. En ja, in de ABU kiezen we ook voor gelijk loon is gelijk werk of gelijk werk is gelijk loon. Okay. Bedankt voor het gesprek, Frank. Wilt u solide buitenlandse werknemers in huis halen? Kijkt u dan eens naar Otto en kijkt u dan eens op onze site.